Een hele goede middag en welkom bij de Springer Safari. Mijn naam is Gudel en ik mag jullie meenemen in de savanne over. Maar voor ik ga beginnen, heb ik eerst nog even een paar veiligheidsregels die ik graag met jullie wil doornemen. Zo wil ik jullie vragen te blijven zitten met de veiligheidsbeugels te alle tijden gesloten. Eten, drinken, roken en of snoepen. Helaas, dat is verboden in de Noorse truc. En ook wil ik jullie vragen om jullie handen en jullie hoofden binnenboord te houden. Ook wanneer jullie een foto of een filmpje willen maken van onze dieren, hou de camera's goed vast en natuurlijk binnenboord. Maar voor hetzelfde geldt die blazen niet vallen. En dan zijn er straks de impala's een selfie aan het maken met jullie camera's. Dit alles is natuurlijk niet alleen voor het veiligheid van onze dieren, maar ook zeker voor jullie eigen veiligheid. Gaan we nu snel op avontuur en ik wens jullie dan ook heel veel plezier. Zien we aan onze rechterkant allemaal impala's lopen. Impala's zijn echt springkampioenen. Ze kunnen namelijk wel 3 meter hoog en wel 10 meter ver springen. Dus eigenlijk als ze het zouden willen, zouden ze met hun gemak zo over onze trucker kunnen springen. Impala's zijn ook echt kudde dieren. En wanneer de impala's aan het eten of aan het drinken zijn, houden altijd een paar impala's te wachten. Het zijn ook echte vluchtdieren. Mocht er nou gevaar dreigen voor deze impala's, dan zetten ze het op een rennen. Ze springen hoog door elkaar heen en ze weten er ook niet meer welke impala hij eigenlijk voor ogen had. En als jullie goed kijken op de billen van deze impala's, zien jullie hierop staan 3 zwarte streepjes. Door deze zwarte streepjes met elkaar te verbinden, volgt deze letter. En door deze letter hebben ze ook nog wel weer de naam van fastfoodketen van de savanne gekregen. Vanwege een rood-bruinige kleur worden ze ook rooibokken genoemd. En aan onze linkerkant moeten we heel goed speuren in het gras. Maar de laatste tijd liggen ze een beetje aan de linkerkant, hoog in het grote gras, open gras, verscholen. En daar liggen dan onze leeuwen. Leeuwen zijn katachtige roofdieren die vaak samenleven in troepen. Zo'n troep bestaat vaak uit 1 of 2 mannetjes en meer dan een vrouwtje. En de rolverdeling in zo'n troep is ook wel heel erg duidelijk. Het vrouwtje jaagt en zijn zoon volgt op zon. Wanneer zijn zoon op vallen jaagt, mag als eerste het mannetje eten, daarna eten de vrouwtjes en daarna eten de zelfjes. De krul van de leeuw is wel tot 8 kilometer ver te horen. Maar ik zit ook al een beetje de leeuwen een beetje af te speuren. Maar ik heb het idee dat als jullie helemaal naar de linkerkant daar bij de rotsen kijken, dat ze daar in het gras liggen. Als je daar dus een beetje een lichtbruinige vlek ziet, dan liggen ze daar lekker te leien. En dan komen hier nog de zebra's tegen. En de zebra's die wij hier hebben, dat zijn de steppe zebra's. De zebra's die wij hier hebben, dat zijn dus de steppe zebra's. En de steppe zebra die herken je aan de strepen helemaal doorlopen.
En ook de zebra, die heeft een zwarte zwart. Dus ze zijn zwart met witte strepen. Afrika heeft achter ons gemaakt. Zijn we dan alweer aangekomen in Noordzuiver Azië. En dit is het leefgebied van onze kamelen en onaten. En de kamelen worden ook wel de schepen van de woestijn genoemd. En dit komt door de manier van lopen die ze hebben. Bij het lopen zetten ze namelijk eerst hun linkervoetje naar voren, daarna hun rechtervoeten. En hierdoor maken ze een soort van schommelende beweging. Door deze schommelende beweging werden reizigers op terug van de kamel een beetje zeezien. En vandaar dus de naamschrift van de woestijn. In de bult op hun rug dan slaan ze hun reserves op, zoals vetten. En wanneer de bult een beetje start kan hangen, betekent dit dat de kamel aan zijn reserves is begonnen. Maar dit is meestal bij de kamelen in het wild, want hier krijgen de kamelen natuurlijk genoeg te eten en te drinken. En hoeven ze hun reserves aan te breken. Kamelen kunnen weken zonder water, maar als ze water drinken, drinken ze zo 100 liter water in een paar tellen op. En ook zien we de onagers helemaal achterin bij de treinstel. En de onager is de Aziatische wilde ezel. Ze zijn het meest praatachtige voor alle ezelsoorten. De onager kan een topsnelheid halen van 70 km per uur. En dit is sneller dan elk ander paard of ezel, of als onze achtbaan. Die gaan gemiddeld 50 tot 60 km per uur. Ook de onagers kunnen goed tegen de droogte van de woestijn. Ze halen hun vocht voornamelijk uit de grassen en de plantjes die ze hier kunnen vinden. En dan zien we ook nog aan onze gigantische giraffen. En met een lange nek en een goede ogen zijn zij de uitkijkborsten van de savanne. In de nek van de giraffen zitten 7 nekwervels. En dat zijn er net zoveel als dat wij mensen hebben. Alleen zijn ze van de giraffen met 30 centimeter. Net een ietsje groter als die van ons. Ook hebben giraffen een hele mooie lange blauwe plukton. En hiermee kunnen ze goed de blaadjes van de boom afhalen. Ze kunnen bij deze dom zelfs hun eigen ogen schoonmaken. Hun lievelingskostje, dat zijn de acaciabladeren. Maar bij de acaciabladeren, daar zitten ook hele grote doornen tussen. Heel behendig kunnen ze met de tong dus ook nog die blaadjes tussen de doornen weghalen. Giraffen zul je in het wild maar zelden zien liggen. Want wanneer ze liggen, of wanneer ze aan het drinken zijn, zijn ze namelijk op een kwetsbaarste voor roofdieren. Een giraffe slaapt ook maar 35 minuten per dag en dan doen ze dit over het algemeen altijd slaan. En als jullie nog aan onze rechterkant kijken, zien we daar ook nog de waterbokken. En de waterbokken, die zul je altijd vinden in de buurt van water. De savanne dieren die kunnen wel een paar dagen zonder water, maar de waterbokken dus niet. Ze gebruiken het water niet alleen om te drinken, maar ook als een soort van vluchtmiddel. En we hebben ook een wat kleine mannetje. En die krijgt
nu ook al beter worden. En de water op de krijgerhoren erin ze 8 à 9 oud zijn. En onze kraai heeft net afgelopen week zijn eerste verjaardag gevierd. Lopen. En dit zijn witte neushoorns. Maar dan zien jullie aan de kleur waarschijnlijk, denken jullie, nou genoeg, je bent gek. Die zijn helemaal niet wit, ze zijn grijs. Nou, dit komt dus door van taalfout. Dat vroeger verwarren namelijk de Engelse, het Afrikaanse woord wijd, het Engelse woord white, wat wit betekent. Alleen het Afrikaanse woord wijd, dat sloeg op de brede lippen van deze neushoorns. Ze worden dan ook wel de brede lip neushoorns genoemd. De witte neushoorn is na de olifantsoorten het grootste landdier. Ze hebben een zachtaardig en goed karakter en daarom zullen ze ook eerder vluchten dan dat ze zullen aanvallen. En met een blik op onze savanne zijn we dan ook gekomen aan het eind van onze reis over de savanne en de olifantsoorten. Ik wil jullie nog wel even vragen te blijven zitten met de veiligheidsbeugels gesloten totdat we helemaal stilstaan op het perron. En dan wens ik jullie namens mijn collega's en mijzelf natuurlijk ook een hele fijne middag hier bij onze raadmens. Superleuk! Ja.